Deze beschouwing, dat is er weer eentje in de serie Interessante tijden. Want dat zijn het, vind ik. Huh? Interessante tijd. En ik vind dat jullie dat ook moeten vinden. Anders mis je toch echt iets. Het is een interessante tijd om in leven te zijn, om op te letten. Ik heb die andere interessante tijden, beschouwing, heb ik verteld van mijn dochter en het milieu. Die vind ik goed gelukt. Lekker rustig. En dat is ook wat ik vind. Dat je, kijkend naar deze wereld, het is zo'n ongelofelijke puinhoop. Dat, dat, ja, als je het zou willen opruimen, nou, dat kan niet. Dat is god mogelijk. En aan de ene kant kan je daar dan helemaal van over de, de zijk gaan, of je denkt: van, ja, als ik er toch niks aan kan doen. En Perry heeft gelijk dat het zo'n ongelofelijke puinhoop is. Ja, nou, laat die puinhoop dan maar zijn. Daar ga ik het nu over hebben. Hè? Dus een houding aan jezelf te geven. En diegene over mijn dochter en het milieu... Hè, ...vertel ik ook... ...want uh, ik zeg niet dat je het zo moet doen... ...maar de houding, de, de positie die ik ingenomen heb... ...ten over... Ten overstaande van mijn dochter. Ja, die bevalt mij uitstekend. En dat is er eentje van. Kalm aandoen. Don't panic. Nou, dat, dat wil ik nu dan verder overgaan. En eh, ik ga. Uh, toetrekken naar de katholieke kerk. Ik heb er een potje thee bij. Die, uh, ga ik nu even pakken. Heb ik wat te drinken? Misschien dat ik jou ook even thee kan pakken. Doe je nou even pauze, man. Pauze. Oh, dan kan ik even reclame maken voor mijn website. Dat hoef je toch niet te horen. Mijn website is perry7.nl. Dat is een best een leuke site. Daar moet wat aan gebeuren binnenkort. Ik, uh, ik beloof jullie dat ik daarmee aan de slag ga. Ik heb mijn YouTube-kanaal laatstelijk opgefrist. Dus als je nu naar het kanaal gaat, dan heb je direct al uh, leuke dingen. Want vroeger was het dan alleen maar de laatste uploads die er stonden. En dan kon je naar playlists gaan en dan zie je al die playlists staan. Maar nu heb ik de belangrijkste playlists, die heb ik dan op de eerste pagina gezet. En ook de meest bekeken en nou, echt leuke uitzendingen. Ik moet nog in die lijst van de, de best views of zo. Moet ik er nog een paar bijzetten? Want ik heb maar een paar van die succesnummers. Die zijn toch de moeite waard. hebben veel mensen al naar gekeken. Ik heb er bij zitten met duizend views. En dan zal je zeggen: ja, dat is een gemiddeld kattenfilmpje... Met een kat die van de, de salontafel afvalt. terwijl hij zich uitrekt naar een middagje slapen. Ja, die is al 130.000 miljoen keer bekeken, joh. Ja, maar dat is een, een kat die van de salontafel valt. nadat hij de hele middag heeft geslapen. Ja, dat vindt iedereen geweldig. Of een hond die achter zijn eigen staart aanholt. En dan tuimelt hij van het balkon af. Of een hond en een poes, en die liggen samen te slapen in dezelfde mand. <laughs> 130.000 views. Maar gewoon een, een stem en een fotootje. En, en dan toch 1.000 views. Zeg wat hè. En ik merk ook dat die oudere filmpjes... Nou, het zijn niet eens filmpjes. Sommige zijn screencasts. Dus dan kan je echt op het beeld ook meekijken, en Heb je ook wat te zien. Maar de meeste niet hoor. Meer dan 90% heb je een foto. Omdat als je er niet een mp4 van maakt. dan kan je hem niet uploaden op YouTube, want dan is het geen film. Dus ja, dan doe je maar een fotootje erin. Het is eigenlijk vals spelen. Er heeft ook een keer iemand wat van gezegd. Van ja, jij bent dan aan het valspelen. Want het is. Uh, ja, het gaat om video's. En wat jij doet, dat is alleen maar een fotootje. Ja. Ze kunnen er niks aan doen. Dus, uh, ik ga lekker door zo. Ja, het is wel leuk om daar een keer te kijken. Aan. Maar op mijn website ook, perisseven.nl. Er zijn ook geschreven stukjes. Die zijn ook wel aardig. Ja. Maar goed, dan terug naar het onderwerp van nu. Hè? Zo. Interessante tijden. En dan de katholieke kerk. Ik was vandaag bij Wim. Mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin. Ik had vanmorgen een cursus en dat is nogal ver vanaf hier. Dus dan heb ik geen zin om met de fiets te gaan. En de bus die gaat. Nou, die kan wel een bus pakken, maar... Dus ik kan, ook oh, maar. Ja, dan pak ik even de auto. Onze gezamenlijke auto. En dan kom ik terug. Dan was ik een minuutje of twee. Zo was ik bij Wim. En dan gaan we koffie drinken en kletsen. Een uurtje, anderhalf uur. En dan zijn we uitgekletst. En dan is met Wim. Had ik het ook over. Hij had het altijd over van alles. Over zijn pleegkinderen. Zijn aanloopkinderen. Hij heeft niet echt officieel pleegouderschap. En nou, hij kent mijn dochter ook. Ah, een beetje kletsen over de kids. En over de buren. En over Martin. En over koolstofdioxide. En over de zeespiegel. En over de. Ach ja. En dan zei ik tegen Wim over die milieutoestanden, want hij vindt het ook absolute onzin. Die, die, die klimatofobie. Iedereen denkt dat we gaan versuipen, dat is helemaal niet zo. En dan zei ik tegen Wim: ja, het is de paus. Ik zei niet eens per se uh, dat het dan om de paus ging of zo. Ik zei het door zijn neus en lippen door. Maar ja, het is die paus weer eens. Uh. En Wim keek me zo aan en die zei, de paus. De paus heeft er helemaal niks meer in de melk te brokkelen, man. Ik zei tegen hem, oh nee joh. Nou, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar... Uh, de paus is uh, echt de baas, hoor. Wel, zo manifesteert hij zich niet... Maar hij is het wel. Dat is nou juist de truc. Als de paus jij zou weten, als de paus uh, zichzelf op de borst zou slaan, van ik ben niet alleen de geestelijke leider van deze wereld, maar zelfs de koning van Nederland komt met zijn vrouw trouw op audiëntie. En ik ga niet naar hem toe. Nee, hij komt naar mij. En als ik naar Amerika ga, dan rollen ze daar de rode loper voor me uit. En andere staatshoofden die moeten zich melden op het Witte Huis. Nou, ik niet hoor. Ik kom aan met mijn pausvliegtuig en dan ligt de rode loper op het vliegveld al voor me uitgerold. En onderaan de trap staat de president van Amerika. Dus andere staatshoofden die moeten. Daadwerkelijk, als ze op bezoek willen gaan, afspraakje maken en die moeten dan aanbellen bij het Witte Huis. En met een beetje mastel is de Amerikaanse president dan thuis. Maar niet als de paus komt. Nee, de paus die wil opgehaald worden vanaf het vliegveld. Ja. En dan kan je denken van ja, is een klein rijtje. Nee, is helemaal geen klein rijtje. Tuurlijk niet. Dat jij een beetje gaat lopen vertellen wat de Amerikaanse president moet doen? Terwijl dat er geen protocol is. Hè? Die Amerikanen die hebben dus ook bepaalde afspraken. En een van die afspraken is dat buitenlandse staatshoofden die mogen best op bezoek komen. Maar die worden niet afgehaald op het vliegveld. Waarom? Die komen niks langs op het Witte Huis. Dat is toch logisch, of niet? Maar staat zo niet ja, in de wet of in de protocollen? Ergens staat dat daar. Maar de paus die niet als de paus komt. Nee. De, de paus is ook het enige staatshoofd geweest in de afgelopen tientallen jaren die een toespraak heeft gehouden voor een bijzondere uitgebreide vergadering waarbij niet alleen alle senaatsleden, maar ook alle congresleden braaf in de zaal zaten. En dan gaat de pauze lekkere pauselijke dingen zeggen. En dan krijgt hij toch minimaal twintig staande ovaties. Dat is wel eventjes afgesproken. Hè? En iedere Amerikaanse politicus van enig formaat, die zit dus in de zaal, die is keurig op tijd en die waagt het niet om niet te verschijnen. Natuurlijk is hij daar. En dan die staande ovaties. Staande ovaties voor wat? En bij de Verenigde Naties is het Vaticaan en dat is een land, hè? Het is geen stad, het is, is een land. Dus het Vaticaan is net als Nederland en België, ja, is dan lid van de Verenigde Naties. Ja, het is wel het enige lid waar de Verenigde Naties niks over te zeggen heeft. Nee. Dus als Nederland iets doet wat de, de Assemblée, of hoe heet dat? De Veiligheidsraad of zo. Dat is een of andere Verenigde Naties orgaan. Maar als Nederland iets doet wat de Verenigde Naties niet aanstaat. dan worden de Verenigde Naties boos op Nederland. En dan heeft Nederland een probleem. Maar dat kan niet in het geval van het Vaticaan. Want het Vaticaan is namelijk geen volledig lid van de Verenigde Naties. Het Vaticaan is toezichthoudend lid. Ja, interessante tijden. Dus de rol van het Vaticaan. Die wordt, uh, ja, die openbaart zich steeds meer. Ja, als je het hebt over de tijden van het Protestantisme, toen was het een, uh, Martin Luther, ja, toen ging het met name om uh, zaken van het geloof. Te... Ja, je kan zeggen, toen is de paus zijn religieuze status is toen zwaar aangetast. Het punt is dat de paus was niet al die tijd alleen de religieuze leider. De paus was al die tijd de religieuze leider en de politieke leider. En het religieus leiderschap, dat is zwaar aangetast. En in Amerika, waar veel protestanten naartoe zijn gevlucht, daar was. In iets van zes van de zeven koloniën het katholicisme helemaal verboden. En zo dachten ze dan het politieke leiderschap van de paus ook even uh, een hak te zetten. Nou, dat is afgelopen. Het katholicisme in Amerika is helemaal terug. Dat was in 1776 al zo. Dus met de Amerikaanse grondwet. Toen had de pauze al helemaal weer een voet tussen de deur. En ja, als de pauze maar een voet tussen de deur hebt, dan kan je wachten op het openswaaien van de deur en dan is het afgelopen. Dan word je van binnenuit overgenomen. Zo zit het in elkaar. Dus uh, wat, wat Wim dus dacht, en ik denk nog steeds denkt, want ja, het is niet zo dat Wim dan, omdat ik dat één keer heb gezegd, gelijk uh, denkt: Oh, Perry heeft het gezegd, nou dan is het zo. Die moet er ook nog even over nadenken. Maar hij is protestant opgevoed. En hij was dus van mening dat de rol van de katholieke kerk in Nederland uitgespeeld. Was. Is. Het is helemaal niet zo. Door onze koning, die gaat regelmatig op audiëntie. Hè? Nou dan. Zelfs Mark Rutte. Of zo? Ja, die is in Vaticaanstad geweest. En waarom gaat ons politieke leider naar de paus toe? Toen Johannes Paulus II kwam te overlijden, toen stond er in de Volkskrant op de voorpagina een hele grote foto en daarop zag je dan de, graftom, nee, de, 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 de grafkist van de paus, de open kist. En daar lag zijn stoffelijk overschot, nek is aangekleed. En vervolgens in de zaal zag je op de eerste rij. Uh, ja, dat was toch George Bush en Barbara Bush? En Bill Clinton en Hillary Clinton. En uh, van die Franse presidenten. Nou, allemaal ja, de hele beroemde, wat wij dan denken, leiders. Ja, die zaten op de eerste rij om een beetje half verdrietig te kijken van oh, onze baas is dood. Nou ja, de katholieke kerk heeft hem helemaal. Nou, die heeft een heleboel overgenomen. Het is de meest rijke organisatie, punt 1. Het is de oudste organisatie, punt 2. En het is de machtigste organisatie. 3. En ze zijn verschrikkelijk slim. Punt 4. <laughs> en ze hebben een enorm doorzettingsvermogen. Punt 5. <laughs> en ze zijn medogeloos. Punt 6. <laughs> kan ik er nog meer verzinnen? <laughs> Jeetje. Ja, het is... Het... Ja, de organisatie... Van het geheel. Ja, Daar zeg je u tegen. Want de Vaticaanstad. dat is dan hun centrum. van waar de paus dan zit. Hè? Nou, de paus op zich. de persoon dan, hè? Dus dan. nu is dat Gorga Mario Bergoglio. en hij was in Argentinië. opgeklommen. tot de rol van kardinaal. Nou, dan ben je wat hoor. Priester, hè? in principe kan iedereen priester worden. Jozef Stalin, bijvoorbeeld, die was priester. Die hebben ze dan een andere baan gegeven, maar hij was priester. Iedereen kan in principe priester worden. En nou, dan krijg je een parochie en dan gaan ze kijken hoe het daar met je gaat. En nou, doe je dat goed, dan nou, kan je een treetje hoger en dan word je bisschop of zo. En uh, dan de bovenkardinaal, of dat is dan... Nou, daar moet je maar even goed kijken. Maar die organisatiestructuur van de katholieke kerk... Dus, ...is heel kunstig in elkaar. Het is helemaal afgedekt. Hitler, Adolf Hitler, die heeft zijn SS... ...de Schutzstaffel... ...de organisatie van de SS... Dat model, dat organisatiemodel, dat heeft hij gekopieerd van de orde der Jezuïten. Eén op één overgenomen. Ja, die jongens die zijn echt verschrikkelijk slim. Die katholieken die erachter zitten. Die jongens die dus begrepen dat als jij een werelddictatuur wil, en dat willen ze. Dat je een eenheid moet hebben van kerk en staat. En die kerk, die, dat moet een hechte eenheid zijn die niet om kan vallen. Dus wat, welk gebouw, welke gebouwvorm kan niet op, omvallen? Ja, de piramide natuurlijk. Als je zoiets maakt als de Twin Towers, ja, de, de, die, die kan omvallen als het hard waait. Ja. Maar als je het maakt, helemaal breed van beneden en dan naar boven toe, steeds meer uh, ja, toegespitst. Ja, een piramide kan niet omvallen. En nou, zo zit de katholieke kerk in elkaar. Dus, ja. En dan hebben ze het religieuze systeem, maar er zitten ze ook de poen zit erachter. Want die religie, die mensen zijn... Ja, ze zeggen dat ze van de Bijbel zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Het evangelie van Matthäus en dan met name hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7... Maar ook nog wel meer in de brieven van Paulus en alle, ja, de, ja, zelfs de, de tien geboden van Mozes. Het tweede gebod van Mozes. Staat haaks. Dus alles wat ik nu net zei, hè? Matthäus 6, Matthäus 7. Meerdere brieven van Paulus bijvoorbeeld. En wat Mozes heeft gedicteerd met zijn tien geboden. En daarvan het tweede gebod. Er staat haaks op de leren van de universele kerk. Uh, katholiek betekent universeel. Het gaat om de universele kerk. De kerk die alles kan. Ja, het zit goed in elkaar hoor. De interessante tijd hoor. Dat je dat, het wordt nu duidelijk. Hè? Adolf Hitler stond onder controle van de paus. Jozef Stalin stond onder controle van de paus. Winston Churchill ook. En Amerika, ja. Nu wordt Amerika in kringen, in bepaalde kringen, wordt dat Romerica genoemd. Er wordt dan vergeleken met, in het boek Openbaring heb je het over uh, het beest van het land. Je hebt het beest van de zee. En dan het beest van het land. Er wordt gezegd, ja, het beest van het land, dat is Amerika. Ja, kan goed zo zijn. Interessant, hè? Ja, ik vind het van wel, hoor. En die... Wat we dus nu hebben met die overheersing van de paus... En oh, dat gaat dus niet om een persoontje, by the way. Dat gaat om die hele piramide die, die niet om kan vallen. Want bijvoorbeeld Johannes Paulus I, dus de voorganger van Johannes Paulus II... die toen hij kwam te overlijden, dat er een foto werd gemaakt... gefotografeerd van achter de kist. Ja, dan moet je maar mogen staan. En dan de zaal in. En dat je op de eerste rij dan uh, Bouchit zitten en Mitterrand. En uh, wie waren er toen allemaal in leven en populair. Dat was Johannes Paulus II. Op de voorpagina van de Volkskrant in Nederland. <laughs> ja, als jij doodgaat, uh, dan hoef je niet te rekenen dat, uh, uh, dat er een foto van jouw begrafenis met je open kist uh, op de voorkant van de Volkskrant komt. Ook niet als Mark Rutte straks doodgaat. Uh, ik zeg niet dat Mark Rutte dat ik hem doodwens of zo. Maar stel, uh, iedereen gaat een keer dood. Maar als Mark Nou, trouwens, kijk naar politici die de afgelopen jaren overleden zijn. Er komt er geen foto op de voorkant van de Volkskrant. Echt niet. Maar de dood gaat wel. Dat kan je dan zien. En Johannes Paulus I. Dat is best interessant hoor. Interessante tijden. Hoor. Johannes Paulus I die heeft 33 dagen het ambt mogen bekleden. En toen kwam op een ochtend, heel vroeg in de ochtend. Die mensen die. Ja, die, die hebben zo'n hobby van extreem vroeg opstaan. Hè? Half vijf s morgens of zo. Kwam de huishoudster zijn slaapkamer binnen met het ontbijt en toen was hij dood. Hè? Vredig overleden in zijn slaap. En dan vraag jij je natuurlijk af: van, Goh, waar is hij aan overleden? Ja, dat laat zich raden. Want. Op een paus mag je geen autopsie verrichten. Geen lijkschouwing. Want de paus is de plaatsvervanger van Jezus Christus. Weinig uh, veel hebben ze gewoon een verhaal bij verzonnen. Oh, dat stoffelijk overschot dat is heilig. Maar ja, hadden ze alleen maar zoiets simpels gedaan als wat haren van die man... Uh, weet ik veel... Uh, ja, okselhaar of borsthaar of baardhaar wat mij betreft. Dat hadden ze kunnen onderzoeken op zware metalen. <laughs> of arsenicum of zo. Hadden ze waarschijnlijk wat gevonden. Kijk, je gaat niet zomaar dood. Mensen overlijden niet zomaar in hun slaap. En, Johannes Paulus I die was bezig met een soort grote schoonmaken. De katholieke kerk is helemaal niet bijbels of zo. Ze gebruiken de inhoud van de Bijbel om ja, een soort ja, goede sier te maken. Dat is het woord. En dat doen ze al vanaf het jaar 300 ongeveer. Die club die er dus achter zit, die uit zijn op die werelddominantie. En daarvoor is het dus nodig om een wereldgeloof te leiden. Ze moeten leiding geven aan het wereldgeloof. En dat is niet omdat ze zo gelovig zijn en het goed met ons voor hebben. Nee, ze willen de baas zijn van de wereld. En daarvoor is het nodig dat ze de baas zijn van het wereldgeloof. En als jij zegt, ja maar hoe zit het in elkaar? Ja, dat, dat is omdat het zo is. Daar hebben die mensen een studie van gemaakt. en. Ja, en u hoeft alleen maar te kijken naar het succes van deze club om te snappen dat ook al is het niet zo, uh, ze, het is ze prima gelukt. Ze zijn de baas van de wereld. Ze, ze zijn totaal de baas. En wij denken maar van nou, als je gaat stemmen, op rood, gaat stemmen op rood, dan kan je een verandering veroorzaken. Want iedereen stemt groen, dus dan stem ik rood en dan komt er een verandering aan. Nee, man, ga toch weg. Die mensen, van die, uh, die mensen die dan. Als jij rood gaat stemmen. Nou, dan komt er iemand aan de macht en die spreekt rode woorden. Dat is alleen maar vocabulair. En wat zo iemand dan met zijn rode woorden gaat doen. dat is wat de paus heeft gezegd dat de leider van een regio moet gaan doen. En dan kan je ook op groen stemmen en dan krijg je iemand en die spreekt groene woorden, heeft een groen vocabulaire. En hij doet vervolgens precies dezelfde dingen. Nou, en wat doet dan zo iemand? Wat wil de paus? Nou, die wil om die de paus wil dat de de macht van de nationale overheden Overgedragen wordt aan een centrale, aan een mondiaal centrale overheid. En dat stapje voor stapje. Nou, een manier om dat voor elkaar te krijgen is om iedereen wereldburger te maken. Dus dat je niet langer burger bent van Nederland. Maar dat je wereldburger wordt. Dus zo dadelijk betaal je niet meer belasting aan de Nederlandse overheid. Maar betaal je belasting aan, uh, ja, in ons geval zal het waarschijnlijk via Europa gaan. Dus dan betaal je Europese belasting. Dat is trouwens nu eigenlijk al zo. Want Europa krijgt een deel van de BTW en ze krijgen een deel van de invoerrechten. Nee, ze krijgen alle invoerrechten en een deel van de BTW. Dat gaat naar Europa. Dus, als jij, dus die btw-verhoging die er was, ja, dat was dus een verhoging voor wat we Europa gaan betalen. Want Europa krijgt een deel van onze btw-inkomsten. <laughs> dat, dat wist je misschien niet, maar bij deze leg ik het even uit hoe het werkt. Dus wat wij, als jij in de supermarkt en, en koop jij dus een product, een 21% btw. Ja, dat gaat dus voor een deel naar de Nederlandse overheid en voor een deel direct naar Europa. En wie is de baas van Europa? Wie heeft dat verzonnen? Nou, dan moet je even kijken naar de afkomst van de eerste Europese president. Dat was Herman van Rompuy. En die komt. Dat, dat, dat is een Jezuïet. Er staat nog net niet S.J. voor zijn naam. Society of Jesus. Maar Herman van Rompuy. Die, die is zo Jezuïet als dat. Uh, aardbeien-sham gemaakt is met suiker. Nee, aardbeien is van aardbeien. Ja. Maar er zit heel veel suiker in. Ja. ja, Zo zit het in elkaar. En als wij dat zouden weten, al die dingen, dan zouden we het er helemaal niet mee eens zijn. Dus dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Ja. Er is, dat, dat wist Winders ook niet. En ik zei, ja, Nederland heeft een concordaat getekend met het Vaticaan. En Wim zo, wat is dat? Wat Is dat een concordat? Ja, dat, dat weet Wim dus niet. Terwijl Wim is ouder dan ik. Maar die weet niet wat een concordaat is. Nou, een concordaat is een overeenkomst tussen een land en het Vaticaan. En het houdt onder andere in dat het land daarmee te kennen geeft dat ze hun wet niet zullen laten strijdig zijn met de wet, uh, met de kanonieke wet. En de kanonieke wet betekent de algemene wet, de universele wet, de katholieke wet. Ja, je moet dus weten hoe dit in elkaar zit, man. Knap, hoor. Dat is echt ontzettend. Ja, je kan alleen maar met verbijstering, verbazing ernaar kijken. Jeetje, wat zit dat goed in elkaar, zeg. Je hebt die Bijerse Illuminati, hè. Dat is echt zo'n interessante tijd, man. Maar de Bijerse Illuminati... Die is gesticht door Adam Weishaupt. En Adam Weishaupt was leraar kanoniek recht. Waar ik het net over had, hè? die kanonieke wet, kanoniek recht. Aan de Universiteit van Ingolstadt. Dus katholiek. Ja, en dan iemand die daar dat vak doseert. die uh, komt dan naar boven als de stichter van de Bayerische Illuminati. We nou, weten gelijk hoe het in elkaar zit. En de bijze Illuminati, die zat achter de Franse Revolutie. En wij hebben dan dat verhaal gekregen dat zo'n dame aan het Franse Hof, toen er tegen haar verteld werd dat het volk schreeuwde om brood. Dat er geen brood meer was voor het volk om te eten. En dat die vrouw had gezegd van, nou, als er geen brood meer is... dan gaan ze toch cake eten? Is dat nou zeg? Het volk heeft altijd wat te klagen. En daar zou dan iedereen heel boos over geworden zijn. Nou, dat is een broodje-aap verhaal. Dat is hetzelfde verhaal als dat ze... in de kranten hebben gezet dat uh, Muammar Gaddafi... Die had zijn soldaten allemaal viagra gegeven om vrouwen te gaan verkrachten. Dat is helemaal niet waar. Dat heeft Muammar Gaddafi helemaal niet gedaan. Maar het staat wel in de krant. Nou, en Zo hebben ze destijds dan uh, die mythe de wereld ingeslingerd dat uh, de Franse aristocratie dat soort dingen zei. Dat was helemaal niet zo. Ze wilden de, de hegemonie, zo heet dat met een mooi woord. Van, van Frankrijk. met een hertogje hier en een graafschapje daar en zo. Dat, dat wilden ze kapot. En dat brengen onder centraal gezag. Daar ging het om. Ja, interessante tijd. Als je dat nu zo ziet, hè. En deze kennis die ik dus vergaard heb, die. Ja. ja Wim heeft het dan allemaal niet uh, zo duidelijk in beeld gekregen. Nou, ik dan dus wel. En dit kan je allemaal zo op internet vinden. Als je heel aardig en lief bent, dan kan je contact opnemen met Jurk Gliesman. Mijn Leuvense vriend. En die heeft zo'n clubje. En via Skype werkt dat. Dus dan moet je een Skype-account hebben. Maar dat kan je toch wel regelen of niet? Gratis. Dus. En dan kan je elke zondagavond van 8 tot. Tien. Acht tot tien, acht tot half elf. Tweeënhalf uur lang worden daar uh, boeken gelezen. Gewoon. Moeder de Gans leest voor. Ja, <laughs> nou, Jurk gaat hem voorlezen. Je moet je microfoon uitdoen. Dat zijn van die groepslezingen. Ik ben lid. Ik zit in die groep. Dus... Jurk heeft mij erop geattendeerd: van, heb je ook zin om mee te doen? En, nou ja, vind ik, ik vind het wel interessant. Interessante tijden zijn het. Hè? En meestal ben ik er dan maar een uur bij, en, want dat andere boek wat ze dan doen van. Zeg maar, ik ben er van acht tot negen ben ik er meestal wel bij. En dan gaan ze een boek doen en dat ken ik al. Dat heet Herscher des Beuzen. Oh ja, het is in het Duits. Dat kan misschien een beetje een drempel zijn. Maar dan gaat het over geschiedenis en wat de katholieke kerk allemaal heeft De Katholieke kerk is oppermachtig. En het protestantisme wat zo'n leuk verhaal leek. Ja, dat was 150 jaar lang was dat hip. En toen is het protestantisme, ja, heeft het veld moeten ruimen. En zijn ze van binnenuit uitgehold. En dan met name het, ja, via de politiek hebben ze het veel gespeeld. Het hele idee om mensen die katholiek waren de toegang te ontzeggen tot overheidsfuncties. Ja, dat, dat was in 1776 afgelopen. Hetzelfde geldt in Nederland ook hoor. In Nederland was het katholicisme verboden en in 1795, nou niet meer eigenlijk. Ja, zo gaan die dingen. Ik kan er ook niks aan doen. Dus de protestantisme, dat was even leuk. En het protestantisme heeft wel het een en ander opgeleverd. Die verlichting is daarmee uh, veroorzaakt, mede. Dus mensen als Baruch Spinoza en René Descartes... en uh, Leibniz, uh, Locke, um, Hume... Nou, ik heb filosofie uh, gestudeerd... Een paar jaar. Hij komt allemaal uit die tijd van het Protestantisme. En helemaal op het laatst kreeg je Immanuel Kant. Maar en... nou, dat was net voordat het licht uitging. En toen kwam je nog even Schopenhauer, dan kreeg je Nietzsche. Nou, je hebt Heidegger nog gehad. Maar sindsdien is het weer helemaal stil aan het filosofiefront. En de katholieke kerk is weer allemaal terug. Die zijn overal weer de baas. En wat de katholieke kerk dus ook doet, is het onderwijssysteem beïnvloeden. Hmm. Ja, ze zitten overal. Ja, het ja, is lastig. Het, uh, dit gaat niet. En binnenkort veranderen. Dat kan je lekker vergeten. Dit blijft voorlopig zo. Ja, wat de katholieke kerk ook wil, is de economische activiteit terugbrengen. Wat ze willen is, ze willen een wereldwijd communistisch systeem. En daarvoor, om, eh, voordat wij dat zullen accepteren, moeten wij eerst eh, al ons bezit kwijtraken. En dan zullen wij vragen om zo'n systeem. Je ziet het nu ook eh, in de media dat eh, nationalisme. Dat wordt onmiddellijk vergeleken met Adolf Hitler. Nazi, je bent een Nazi. Adolf Hitler was van de katholieke kerk. <laughs> Iedereen dacht dat het lag aan die Duitse volksmentaliteit. Nee. Nee, het was de katholieke kerk. Super Superslim. Ja, dat moet je die katholieken nageven hoor. Dat is. Ze vreten de meest verschrikkelijke dingen uit. En ja, ze denken van tevoren heel goed na wie er de schuld gaat krijgen. Oh, 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 oh. Kijk, die aanslagen van 11 september. Het zat helemaal in het plan ingebakken. dat de, de Mohammedanen de schuld zouden krijgen. En dan moet je ook nog een keer weten dat de Mohammedanen, het hele Mohammedanisme. Dat is door de katholieke kerk aangeslingerd. Ja, jongen, als je, dat, als je dat eens ziet, dat is zo interessant hè. Maar dat hebben ze dus ook veroorzaakt. Er is zo'n man die, die woont in Zuid-Afrika. Die, die kan heel goed Duits trouwens ook. Ik denk dat hij Nederlands ook kan verstaan, want hij spreekt Afrikaans. Dat, dat, dat Nederlandsachtige wat ze daar spreken. En Engels. Zijn wetenschapper. Hij doseerde. Of doseert nog steeds, weet ik niet. Zoologie. Aan de Universiteit van Kaapstad of zo. Johannesburg. En die heeft een studiereis gemaakt en op een rijtje gezet wat de overeenkomsten zijn tussen het mohammedanisme en de katholieke kerk. En dan puur naar uh, gebouwen, uh, architectuur, uh, gewoontes, rituelen, ga maar door moet jou er ook zijn opgevallen dat het begrip boerka erg veel lijkt op dat textielgedoe van een non, of niet? Ik krijg er maar eentje uit de grote doos. Ah, voedselwetten, bijvoorbeeld. Voedselwetten, dat kom je tegen bij de katholieke kerk en dat kom je tegen bij het mohammedanisme, uh, begrippen als uh, carnaval. Bij het Mohammedanisme heet dat dan suikerfeest. Ja, nogal meer dingen hoor. Ja, en die overeenkomsten die zijn niet zo gek. Die zijn te verwachten. Want de katholieken hebben dat zelf opgezet. Het komt uit dezelfde koker. En ook het feit dat het mohammedanisme dus streeft naar een, ja, een eenheid van kerk en staat. Ja, dat is precies wat ze willen. En van, dat was toch, volgens mij is het Franciscus. Ik kan het even uh, nu op gaan zoeken. Interessant, dit kan je zelf allemaal uh, opzoeken. Dan typ ik in poop. En dan kissing. En dan Koran. Kijken of ik hem uh, krijg. Poop. Kissing Koran. En dan vraag ik hem. Uh, uh, die, uh, ja. <laughs> Gelijk raak. Het is <laughs> dus Johannes Paulus II. Die heeft de Koran gekust. En dan een foto erbij. hè. Dus, uh, geen geintje. Het was niet eventjes uh, dat hij dat toevallig deed. Nee, er moesten uh, cameramensen bij van: kijk, kijk eens wat ik ga doen. Hij kust de koran. Ja, vind je het gek, het is zijn eigen boek, man. Ja, het boek van hun organisatie. Ja. Daar, zijn ze, ja, daar zijn ze tientallen jaren mee bezig geweest. Het heel lang. Ze wisten precies wat ze moesten doen. En de bedoeling was om de, een grote bevolkingsgroep op te stoken tegen de Joden. Want de Joden die. Uh, ja, het Vaticaan wil graag Jeruzalem. Net als dat je bij het Monopoliespelletje wil, je graag de Kalverstraat. Want die levert het meeste op. Dat is trouwens niet echt waar, want het zijn maar twee straten. Maar... Oh ja, Amsterdam dan heb je: Kalverstraat, Leijzenstraat. Het zijn niet echt de money makers. Maar als je die één keer hebt, ja, dan ben je er wel. Hè. Als je genoeg andere straten hebt en je hebt ook nog Amsterdam met de Kalverstraat en de Leijzenstraat, ja, dan ben je er. Dan heb je gewonnen je Rotterdam hebt en Amsterdam in het monopolie, de Nederlandse versie. hebben ze allebei. En zo wil de paus, wil Jeruzalem. Dat is interessant. Dat is ook dat je. Dat wordt nu allemaal zo duidelijk. En toen Yasser Arafat met die Oslo-vredesakkoorden de vrede dingen tekende met. was dat? Perez, Simon Perez. Pak het even bij ons. Dus Oslo, Peace, Akkoords, en dan. Kijk hoor, en dat doe ik eventjes. Arafat, dat was die ene die tekende. Wie is Arafat? En wie waren erbij? Even kijken hoor. Wie hebben daar nou getekend? Ik zie de namen nog neerstaan? Uh, even kijken ik, Als ik het zou moeten gokken, zou ik zeggen... Jassa Arifat... En Shimon Peres. Ja. Shimon Peres. Oh, Yitzhak Rabin was er ook bij. En Yasser Arafat van de Palestijnse kant. Wat weinig mensen weten, is dat in, dat, in, dat, in die vredesovereenkomst... Dat er ook overeengekomen werd dat een heel groot percentage van de belangrijke stukjes van Jeruzalem aan het Vaticaan werden gegeven. Maar dat het Vaticaan Jeruzalem wil, dat was al, dat is al heel lang. Het heeft te maken met de ligging van dat land en de ideale plek uh, waar vandaan je de wereld wil aansturen. En een goed ja, lekker klimaat natuurlijk. Goed klimaat, lekker weer. en een lange historie. Maar dat was toen al zo. En toen heeft de pauzes bedacht: vandaar, dan ga ik die Arabieren opstoken tegen de Joden. En dat lukte dus, en toen hebben die Arabieren inderdaad uh, Jeruzalem ingenomen. En toen zei die, De paus zei, Nou, mooi zo, geef maar aan mij. En dat wilden ze niet doen. De paus helemaal pist. En toen is hij begonnen met die kruistochten. <laughs> Ik wil Jeruzalem. <laughs> hij heeft dat nog steeds niet, hè? Hij zou het nu ook nog niet kunnen doen. Die, die mensen hebben het. het, het ze, ze, ze kunnen niet te snel uh, stappen zetten, want dan valt het op. En dan zouden wij zeggen: wat een onzin. Dat willen we helemaal niet. Dus eerst moet Europa nog helemaal aan de bedelstaf komen. En dus eerst moeten echt al die nationalistische of nationale overheden die. die moeten uitgekleed worden. Je macht moet overgedragen worden aan de Europese Unie. De Europese Unie moet gaan uh, samenwerken met Amerika en China en Rusland. En, en dat allemaal naar de Wereldunie toe. En als het dan allemaal onder de Wereldunie zit, uh, you believe me. Maar het duurt misschien 150 jaar, 300 jaar, 500 jaar. Die, die mensen hebben alle tijd. Het gaat nu geweldig. Echt, het gaat hartstikke goed. Ja, met Nederland gaat het helemaal niet goed. Ja, precies. Dat is ook de bedoeling. Maar met de paus is hun plan, gaat het hartstikke goed. En ja, ze zijn al bezig sinds het jaar 300. Die lui hebben geen haast. Echt niet. Sterker nog, ze zijn echt heel voorzichtig. Want als ze het te veel gaan overdrijven... ja, straks krijg je weer zo'n Maarten Luther-achtige figuur. En dan, dan gaat de hele boel weer een stuk terug, dus ook een of andere vent die heeft gezegd. van ja, als het volk begint te morren. dan zetten we gelijk een stap terug. Die geven ook gelijk toe hoor. Als we ergens over gaan klagen. als het echt een fors protest wordt. worden gelijk maatregelen teruggedraaid. En dan weten ze dat ze te ver gegaan zijn. En dan gaan ze nog een paar stappen terug. En hun hebben alle tijd. Zo'n. Uh, zo Hij heet Eating the Elephant. Hoe eet je een olifant? Ja, niet in één keer. Ja. Een stukje slurf, en dan een stukje staart, en dan een stukje linker voorpoot, en dan een stukje linker achterpoot. En... Ja, je hebt de hele olifant te gaan. Je knibbelt hem langzaam op. Gewoon don't, don't hurry. Don't hurry. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. Dat is de strategie. En voor ons hier in Nederland, van ja, kijk... Uh, uh, ja, we lopen geen direct uh, alarmerend uh, gevaar. Echt niet. Want dan gaat het opvallen. En dan komen we in opstand. Nee, dan... hey, het moet juist heel langzaam gaan. Interessant toch? En ik vraag me af hoe het met, uh, hoe het met ons zal gaan. Ik, ik ben dus van baan geswitcht. Hè. Nou, doe ik dus uh, schoonmaakwerk in de gehandicaptenzorg. Daar zit ook een strategiegedachte achter. Uh, laag profiel. Denk waar ik nu werk, ja, dat is een sector, uh, die, die bestaat. Uh, ja, Hoe lang moet ik nog werken? Misschien werk ik wat door na mijn pensioengerechtigde leeftijd. Dat maakt me echt geen donder uit. Maakt me echt niet uit. Het werk wat ik nu doe, uh, kom op, dat hou ik me wel even vol. Hoor. En die organisatie, nou, die gaat bij lange na niet fietsen. Sterker nog, de toestroom is behoorlijk. Geestelijk gehandicapte mensen, die... autisten, narcisten, zeg het maar. Allerlei onhandelbare types, dat wordt alleen maar meer. Nou, die moeten allemaal uh, schone toiletten hebben. Ja. Dus ik ben verzekerd van inkomen voor de komende, uh, ja, langer dan ik leef. Dan langer dan ik zal leven. Terwijl de business waar ik in zat, dus de automatisering, ...ja, dat is zwaar aan het globaliseren. Dat, dat merk je aan alle kanten. En ik met mijn creativiteit, ik kon daar behoorlijk tegengas aan bieden. Maar ik kreeg heel weinig medewerking van mijn collega's. En die hadden het helemaal niet in de gaten. Die Ja, en dan red je het niet. Hè? Je moest wel echt alle zeilen bijzetten. En dan kan je het... Dan, ja, als die jongens meegewerkt hadden... hadden daar, dan hadden we nog wel twintig jaar uit kunnen zingen. En dan had ik ook deze stap niet gezet. Maar als die jongens niet mee willen werken... En een beetje moeilijk gaan lopen doen... En onderling ruzie maken... En lopen kiften biften over een cent... Terwijl de euro's te verdienen zijn... Ja, dan moet je niet gaan ruzie maken over een patiënt centen. Je moet voor de euro's gaan. Weet je dat hoor? Pennywise en Pounds Foolish. En lui dat ze waren, man. Oh, 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 oh. Ja, die, die kunnen niet zo goed in de toekomst kijken. Die zagen het niet. Dus heb ik me teruggetrokken. Tot hun grote verbazing. Gaat hij nou doen? En dat kan jij natuurlijk ook doen, zo'n strategie kiezen. Maar ga er maar vanuit dat het hebben van een eigen onderneming... Dat wordt moeilijk, hoor. Dat wordt steeds moeilijker. Die globalisering, de grote bedrijven, dat wordt enorm gestimuleerd. Neem zoiets als het arbeidsrecht. Iedereen denkt, ja, de, de werknemer wordt beschermd. Yeah, yeah. Ja, maar als jij dus denkt dat je een onderneming kan gaan starten ja, en je wil iemand in dienst, ja, dan kom je tot de ontdekking dat de werknemer beschermd wordt. Dus je neemt een soort beschermde diersoort in dienst. En als je dan zo iemand wil ontslaan, dan blijkt dat de ene helemaal niet te kunnen. Ja, dus de markt die trekt aan en je hebt een leuk product en je hebt een niche. En er is een plek in de markt waar je lekker kan opereren. En je hebt werk genoeg en dan neem je mensen in dienst. Ja, dan mag je ze een jaar lang voor je laten buffelen. Maar dan moet je ze in vaste dienst nemen. Ja, en dan verandert de markt. En hoe ga je ze dan ontslaan? Ja, niet. En hoe ga je dat overleven als ondernemer? Nou, uh, waarschijnlijk niet. Dan ga je failliet. En multinationals, die grote jongens, die hebben nergens last van. Ik ken zo'n grote club en die moest ook. Die werd was overgenomen. Nou, zo'n overname gaat natuurlijk gepaard met efficiëntiemaatregelen. Dus ze hadden heel veel van het personeel niet meer nodig. Hebben ze die mensen ontslagen? Nee, joh. Wat ze gedaan hebben, ze hebben het hoofdkantoor van Hoofddorp verplaatst naar Capella aan de IJssel. Wetende dat iedereen die in hoofddorp werkte, ja, die, die had een woning gekocht. Daar in de buurt, natuurlijk. Ja. En als je nou van hoofddorp Oost naar Hoofddorp West gaat, ja, dat maakt niet zo gek wel uit. Maar als je naar Capella aan de IJssel gaat, <laughs> Ja, dan zit je achter die fileszone. Ja, dus zie maar eens vanuit. Stel je, je werkt in een hoofddorp en dan woon je in. Nou, zeg, zeg maar. Ja, ga jij maar eens vanuit Aalsmeer naar Capella aan de IJssel. Ja, dat lukt je niet. Enorme files. Dus mensen hebben, sommige mensen die zagen dat aankomen, die dachten: Oh, dat ga ik niet doen. Ik ga weg. Die namen gelijk al ontslag. En andere mensen hebben het nog een tijd geprobeerd... en die werden helemaal gek van die reistijd. En die namen vervolgens alsnog ontslag. Ja, oh, mooi zo. Doei. Maar de kleine ondernemer... die kan dat soort trucken niet uithalen. Dus... Nee, ja, interessante tijden. En ja, het is een verschaling die je merkt. Dus het voedselaanbod hier in Arnhem is het voedselaanbod. De diversiteit van het voedselaanbod is enorm gedaald. Je hebt nog wel van die biowinkels, maar je hebt, in Arnhem heb je één biowinkel. Nee, twee. Er zit er eentje bij mij om de hoek. Maar als je naar die prijzen kijkt, dan denk je: ja, gaat er een eind fietsen, man. Een euro voor een wortel, ja, gaat er weg. Nee, ja, dat is echt belachelijk. En dan ben je zo aangewezen op de supermarkten. Nou, en dat aanbod in de supermarkten is ook beduidend minder dan zelfs een paar jaar geleden. Versen Basilicum, kan je, kon ik hier vroeger kopen op het kerkplein. Ja, nou niet meer. Nee, ja, ze ga je langzaam terug. Interessante tijd. En je hebt verse basilicum natuurlijk niet nodig om te overleven. Laten we eerlijk zijn. En als je zoveel van basilicum houdt. Ja, ga je toch lekker zelf kweken? Dat maakt het toch interessant, of niet? Ik ben daar dan te lui voor. Maar ik zou hier op mijn balkon. Kan ik zo een kas maken. Door mijn vriend Wim heeft in zijn tuin. Uh, rosamarijn staan en laurier. Dat, uh, iedereen staat het vrij hoor. Om. In zijn tuin een kas neer te zetten. Want die laurier en, en, en rozemarijn... Ja, dat groeit gewoon buiten op de ruwe grond. Daar hoef je hem niks aan te doen. Maar iets als Basilicum. Ja, dat moet je wel in een kastje hebben. Dat, dat groeit hier in Nederland niet in de koude grond. Dan kan het een kastje maken. Dan kan je ook op een balkon doen. In een. Uh, midden in een woonwijk of in een flat. Echt. Als je een balkon op het zuiden hebt. Misschien komt dat wel, snap je? Dat weet je niet. Daarom, gewoon lekker blijven opletten. En we gaan voorlopig niet dood. En of die wereldregering gaat lukken, ja, dat weten we nog niet. Want iedereen denkt nu dat die paus, zoals Wim, dat die paus zijn rol is uitgespeeld. Maar wat gaat er gebeuren als mensen het duidelijk wordt. Dat de paus zijn rol helemaal niet uitgespeeld is. Maar dat hij volop bezig is. Ja. Ik weet het ook niet hoor, wat er dan gaat gebeuren. Ik weet alleen dat jij het ook niet weet. Ja. Dus ik zou zeggen: maak je niet de sappel. Gewoon een beetje aanpassen. Stel je verwachtingen bij. Ja. De pensioengerechterde leeftijd die zal waarschijnlijk tussen nu en een paar jaar naar uh, 95 gaan. Dan <laughs> mag je met pensioen met je 95ste. Ja, dat soort dingen krijg je dan. <laughs> nee, echt niet. Maar het gaat wel omhoog, ja, dat wel. Ja, en op zijn hamburgs zeg ik dan... Uh, nou, ik ben redelijk tevreden. Dan zeg ik, tjus... En dag liefhebbers!